Het is de laatste open dag van de boomgaard en kwekerij van Paleis Soestdijk. En ik ga eens even kijken of er veel belangstelling is. Mijn naam is Gijs. En u bent van het IVN? Nee hoor, ik ben vrijwilliger bij het paleis. En wij staan hier om de mensen te verwelkomen en naar de voormalige paleistuinen binnen te halen. En degene, wat vaak ook gebeurt, hè, want het is natuurlijk licht aan de wandelroute van Baren Hollandse Rading, hè, de NS-wandeling. Dus die mensen trekken we ook naar binnen toe. Het is de voormalige paleistuin, waar Bernard en Juliane ook hun groente vandaan haalden. En helemaal in verval geraakt na een overlijden. IVN heeft het opgepakt om het weer helemaal op te knappen. Vrijwilligerswerk in het weekend, in de avonduurtjes en dergelijke. En nu ziet het er weer weelderig uit. U kunt straks heerlijk genieten van de appeltje peertjes en de walnoten en de makke kastanjes. Die daar op tafel voor u klaar liggen. We gaan eens kijken. U gaat lekker kijken en genieten van. Desnoods neemt u een boeketje bloemen mee voor thuis voor op de tafel. Dank u wel. Alsjeblieft. En je naam is Hilde? Hilde Koksoorn. Hilde Koksoorn. En waar sta je nu voor? Ik sta voor het appelhuisje van de kwekerij van Paleis Soestdijk. Het is een heel oud huisje. Het is al minstens 100 jaar oud. En het werd vroeger, dit hele terrein hoorde bij het paleis. Dus alles wat hier werd gekweekt was voor de koning en de koningin en de kinderen. En dit appelhuisje is, daar werden de oogsten geslagen. Het is een monument, dus we mogen er zelf niks aan doen. Maar het is gewoon een heel mooi huisje. We hebben zelfs een klein toilet. Ja, dat zie ik daar. Is het een echte oude? Kan die open? Hij kan open, ja. Ja, dat vind ik wel leuk even. Ja, het is niet geen hurktoilet hoor, zo ernstig is het niet. Oh, dus gemoderniseerd. Het is natuurlijk wel voor de huidige bezoekers dat die even naar het toilet komen. Dus dit is niet alleen maar mooi. Nou ja, het zijn hele prachtige oude balken met hele mooie houtsnijwerk. Ja, het is nu voor ons schuilhutje eigenlijk ook als het regent. En we hebben hier natuurlijk onze materialen die we hier bewaren. Okay. Maar het is een heel, echt heel nostalgisch mooi oud huisje. Dankjewel. Hazelnoten, walnoten, tamme kastanjes, ikorinoten, amandelen. Een rijke notentuin. Ja, dit is de kwekerij Boomgaard van Paleis Soestdijk. En dat mag ik beheren namens IVN Eemland. En dat doen we met een groep vrijwilligers. Daar hebben we al minstens 20. En vandaag zijn er zelfs een paar bijgekomen. Die zeggen, mag ik ook meedoen? Ja, dat mag. En we werken hier op iedere woensdagmorgen en zaterdagmorgen. En we maken het ieder jaar mooier. We zijn nu voor het derde jaar bezig. Ja, voor het derde jaar alweer. Ja, daarvoor was het 15 jaar verwaarloosd. Dus toen we hier kwamen, was het veel bramen, brand net als gras, onkruid. Fruitbomen die niet gesnoeid waren, niet bemest waren. En het was een beetje wildernis. Dus we zijn gaan ontginnen, gaan snoeien en gaan bemesten. En inmiddels hebben we ook een jonge fruitbomen bijgeplant. En hier ook is een notentuin, hè? Allemaal nog jong. We hebben een kruidentuin, een bessentuin, een bloemenpluktuin. Een kleine moestuin, die maken we nog groter. En ja, zo wordt het ieder jaar mooier gemaakt. Hè? Ja, het is vandaag de laatste open dag. Ik zie heel veel mensen lopen met bloemen en noten. Kun je die het jaar door hier halen? Hoe werkt het precies? Ja, dit is volgens mij, als ik goed heb geteld, de 17e open dag dit jaar. Zo. En de komende winter zijn we dan wel dicht voor het publiek. Het begint weer in april, een open dag. En in mei en in juni 1.
En in de zomer hebben we de meest open dagen. Dan zijn we eigenlijk iedere zaterdag open. Dan kunnen mensen ook voor een schappelijk prijsje een bos bloemen plukken. Allemaal biologisch. Hè? We gebruiken geen gif. En dus nu is onze laatste open dag. En het loopt wel aardig. Want je bent ook afhankelijk van mooi weer. Hè? Ja. Het dreigt te gaan regenen. En als dat heel mooi weer is, gaan mensen fietsen, komen ze hier langs en zeggen ze, hey, dat is leuk, open tuin. Ja, ik zag toch vrij veel mensen lopen. Hoeveel bezoekers hebben jullie gehad? Nou, we houden geen telling bij. We hebben het er enkele keer ook wel gedaan. En het verschilt nogal, want soms hebben we wel 400 gehad ruim op één dag. Maar ook wel eens, als het slecht weer was, 70, zeg maar, weet je wel. Vandaag zal het er tussenin zitten? Ja, we hebben wel een paar honderd gehad. Een paar honderd, ja, ja. Nou, dat is toch een mooie open dag. En we hebben weer bosjes bloemen geplukt en verkocht. Voor 5 of 4 euro voor een bos. En appels en peren. Ook voor een zacht prijsje. Dat is allemaal onbespoten fruit. Ja, leuk. En noten, walnoten. En dat geld gaat allemaal weer terug de kwekerij in. Want daar kopen we weer zaden van. En planten en een beetje bemesting. En daar doen we ons onderhoud mee. Toch leuk om de volgend jaar eens eventjes, volgend seizoen, de open dagen in de gaten te houden. Ja, waar kunnen wij die vinden? Op 2 websites, mensen. Soms komen we ook even in de krant, korte stukjes. Maar op de website van ivn.nl/Eemland vind je het meeste. Maar op de website van paleishoesdijk.nl worden we ook altijd vermeld. We houden het in de gaten. Dankjewel en veel succes. Dag.